voor de vuurwerkcomplicatie 2017-2018. Ik heb heel slecht nieuws, dus heel rot weer. Ik heb gisteren twee tenten gezet en kijk eens, ze zijn allebei gaan vliegen. Daar is nog één. Helemaal naar de kloten. Er valt niks meer aan te doen. Al de buizen zijn geplooid of gebroken. De baasjes gebroken, alles is kapot. We verwachten hier straks personen die komen kijken aan de vuurwerkshow. Maar ja, we weten niet hoe we dat gaan oplossen nu. Het is nog vroeg, ik denk dat het 7 uur is of zo, of 8 uur, ik weet het niet. Ik ben al meer dan een uur buiten. Het is 8 over 4. Wat een chaos, man. Godverdomme. Wat een fucking chaos. Hier kwam normaal gezien het vuurwerk. En nee, daar kwam het vuurwerk. Met hier nog allemaal dingen in. Een DJ-paneel, een mengpaneel en al. Ik ben benieuwd waar we dat gaan zetten. Ik hoop eventueel nog van deze tent een paar buizen te kunnen redden voor die tent. Want er zijn er maar twee van kapot. Oh ja, tot nu toe. Man, man, man. 300 euro aan tenten. Op een keer gewoon weg. Leuk om de dag te starten. Maar ja, tot straks. Zo, het is weer licht buiten. Ik had juist laten zien dat ik de tent op mijn ruimen was. Dat die waren gaan vliegen, dus het kampvuur staat al aan. Ja, de tenten zijn helaas weg, maar de staantafels zijn er wel nog. Dus ja, we gaan lekker beginnen. Dag Dennis, dag Giovanni. Mijn vriendin daarachter. Dus ja, gooi maar iets, we beginnen. Let's go. TXP? Ja, doe maar. Lekker leuk. Hoppakee. Pas op, hè. Nou, lekker. Yes. Eentje op tijd, absoluut. Het lukt wat, we gaan de buurt een beetje verstoren. Allee, cameraman, ik zou zeggen, ja, run for your life. Zoals ik. Firebox Belgium! Tinder King projectje, 100 stuks met de snellomp. Gaan we natuurlijk even aansteken. En we gaan. Helemaal los! Helemaal gek! Mega Tresk. Tommy 6 in een fles, natuurlijk niet. Thank you.
ben nu langzaam maar. Oh, mijn nek op! Angola. Hey, moet je de kader checken? Hè? De politie zegt dat dus, er waren dus een halve geflatgeboom hier op in de blazen. Maar ja, zoals jullie zien, nog niet eens een krater van 2 vingers diep. Dus ja, we gaan verder. We gaan lekker stoken. Dus een dikke bullshit wat de politie allemaal zegt. Hè? Handgranaten, bommen, weet ik veel. Het zijn misschien wel harde knallen. Maar voor de rest, ja, gewoon dikke zeven. Ik ga dus al weg. Wacht. Zet die maar ergens. Fire! Ja, voor de veiligheid even tussen 2 stenen gezet. Je weet nooit of je moet omvallen. Ze zeggen lekker fik erin, dat ik absoluut keek. Hoppakee. Dat was heavy, hè? Giovanni? Daylight Show. Is dit een film, hè? Ja, ja. Daylight Show, 4 cakes van Zena, 3 shells van 3 inch en hier nog ja, matjes. Dus let's go. Stik maar aan.
balie van in de lucht. Dus dat wordt eigenlijk een leuk ding. De Mascaleta, de enige echte, de bommenmat van 120 meter. Ik ga weer even in de tuin leggen. Dus jullie zien een heerlijk mooie tuin. Allee, tot nu nog, maar die gaan we lekker zo neuken. We gaan nu lekker Mascaleta. Het is een bommen. Uit de rollen. Ik ga helpen, collega. Anders zal ik de boos van zo slecht heen eruit. Ja, dat is goed. Over 5 minuten is allemaal geblust met die regen. Mooie 5 inch Color Kreis. Ja, ik weet al wat ik aan het denken was. Maar in ieder geval, echt, begin maar te filmen. Boef, we gaan deze, schieten in de buis. Deze gaat lekker omhoog. Een mooi effect. En ja, ik ga hem lekker aansteken. Jij? Dus ook zeggen, we runnen voor ons leven. Ronde 4 keer. Hey, kijk, waar mijn handen die voor mijn ogen houden, hè? Oh nee, ja, spijt je. Oh, dan. Ja, nee. Deze mooie blauwe vlam, zo, die is echt mooi. Doe je ogen dicht! Amai! Dat is toch niet normaal, hè? Ga maar binnen. Doe je oortjes maar lekker dicht. Ja, dat kan allemaal afgeschoten zijn. Ja, maar ja.
Die ogen schot van tanden. Al die gehaktballen in de neus. Het probleem is dat ik... Met de kerst rond, met de neus, en die zijn ook krapsen. Ja, leuk. Ik wil een licht en de heus al aan bovenaan. Oh, ja. Kijk. Oh, dat is niet gewonnen. 3, 2, 1.
Thank you.
morgen. Zoals jullie zien is het een complete ravage hier in mijn tuin. Hier overal, alles hangt vol. Ik had gisteren ook gezegd dat er een sjaalrek ontploft was. Hier kunnen jullie het zien. Er was er nog van over van de 3-inch buis. En de rest is ook weg. Dus er zijn twee rekken, hier stonden twee rekken langs elkaar. Ze zijn allebei weggeblazen door één knal. Dus één, ja, een Colpo 80. Dus pas me goed op als jullie die aansteken. Hier heb ik nog shells. Express een buis gezet. En water in gedaan. Dat die niet meer zouden kunnen afgaan. En hier ook. Dus een beetje zonde van het geld. Is dat nog ongeveer voor 50 euro shells. Hier nog helemaal een 4-inch, helemaal doorweekt. En voor de rest is allemaal alles lekker verlopen. Maar het hele gras is naar de kloten. Dus het is hier juist een koeienweide. Zoals jullie zien. De voeten blijven er half in staan. Dus dat is niet echt goed. Dus alles is, ja, heel de tuin hangt vol. Zelf de muur, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Hangt allemaal vol zand en nog van alles en nog wat. Ik ga weer stilletjes beginnen nu met opruimen. En dan laat ik zelfs nog eens zien als alles klaar is. Op te ruimen. De cakes zijn al allemaal weg. We zijn bezig met het borstelen. Dag Dennis. School. School. Dag Giovanni. Renne, ça va? Het zou beter gaan als we nog de vierde man hadden, om eerlijk te zijn. Ik geef je als antwoord. Ja, de cakes staan allemaal hier. Dus ze zijn allemaal opgestapeld voor de papierophaal. Ja, mensen van de containerdienst gaan niet weten wat ze gaan zien als ze hier meer dan 150 cakes in staan. En Dennis, jong. Hoe lang nog ongeveer, denk je? Een uurtje, minstens. Een uurtje? Dus al bijna 1 uur. Je zei 2 uur, hè? Dus. 2 uur, allemaal. Ja. Als we hier klaar zijn, wat gaan we dan doen? Vuurwerk inladen. Vuurwerk inladen, er is nog heel veel vuurwerk over. Zoals we zien, een stuk of 5-6 kartonnen. En hier staat een knalvuurwerk nog, die we niet gebruikt hebben. Of zo goed als niet. Hier staan nog alles pijlen, nog zakken van zenen. En daar van de shellbuizen. Ook allemaal netjes opgeruimd. En hier staat het vuurwerk dat nog allemaal over is. Je gaat natuurlijk terug naar de opslag. Ja, dat is een gekkenhuis. Er staat nog een hele karton jailbreaker, Black Cobra, de Shaybox, nog van alles en nog wat. Ja, we gaan verder opruimen en dan zie ik jullie zelfs weer. We zijn bijna klaar. De tuin is proper, alleen dit hier nog en dat wordt allemaal vernieuwd. Dag Giovanni. En Dennis, wat vind je daarvan? Dat mijn auto een bommenwagen, een zelfmoordwagen is geworden. Wat zeg je? Mijn auto is een zelfmoordwagen geworden. Hoezo? Dat wordt hier allemaal licht. Ja, dat is nog allemaal overschot, hè. Allemaal overschot, een hele auto vol. Die is plat op de grond. Dus ja, hier komt nog een mooie video van. We gaan dus een paar boksen in een keer de lucht in lassen. En dan hebben we hier nog drie bakken. Ik ga hier even een sigaretje opsteken en lucifers nonchalant in de koppen gooien. We hebben hier nog drie bakken knelvuurwerk.
Met nog twee zakken erbij. Dus hier komt nog sowieso een video van. Hier komt nog een mooie video van. Dus En dan zaten we even misschien te dikke. Goed, bedankt voor het kijken. Volg me zeker op Instagram. Ja, ik ben eigenlijk zo moe dat ik niet meer weet wat ik moet zeggen. Twitter, Facebook, Instagram. Zeg het nog eens. Twitter, Facebook, Instagram. Moet ik nog niet YouTube uiteraard. Subscribe ons, volg ons, doneer, sms. SMS, 50 euro ik stuur een SMS naar jou, want plotseling wordt iemand aan je lappen. Dat is een van de goede doelen. Het is geen fun, man. Live, kun ons daar ook steunen. Met 50 euro red je een kind van het niet hebben van vuurwerk. Je moet maar naar ons komen. Ja, degene die een vuurwerkshow nodig heeft, met plezier, we komen heel graag naar je toe. Ja, dan zijn we daar ook vanaf. Dan zijn we er vanaf. Piep! Ja. Allee, we gaan de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.